Hey en welkom in een nieuwe video waarin ik het met jou zal hebben over de karmische ballast in relaties. Oh my god, wat een woord. Karmische ballast in relaties. Het gaat dus eigenlijk over het leren van lessen die we in vorige levens niet geleerd hebben. De belangrijkste les die we te leren hebben op aarde is leren hoe we meer lief kunnen hebben. Oh my god. Het lukt vandaag precies niet zo goed. In ieder geval, we leren dus eigenlijk hoe dat we liefde kunnen gaan ervaren op een natuurlijke manier. En door het pad van een tweelingplan te lopen, zag ik meer en meer hoe dat wij als collectief, dus alle mensen eigenlijk, gekozen hebben om te gaan denken en handelen vanuit angst om gekwetst te worden. Waardoor dat we hier allerlei maskers gaan opzetten in relaties. In plaats van ons volledig te gaan openstellen voor die liefde. Want als we dat zo gaan doen en we openen ons hart volledig, ja, dan kunnen we ook weer heel hard gekwetst worden. Nu, hoe dat het met ons emotionele welzijn gesteld is, wordt in deze tijd heel hard getriggerd. Net omdat we het zouden kunnen helen en gaan transformeren. Want hoe dat het ook draait of keert, het enige wat elke ziel uiteindelijk wil, is liefde ontvangen en weten dat ze geliefd zijn en zich geliefd voelen door anderen. Of je nu gelooft of niet, elke ziel heeft een gebroken hart. Je zou zelfs kunnen zeggen dat slechts zielen die al voldoende innerlijk werk hebben gedaan, leven met een volledig open hart. En dan nog. Elke andere ziel, die dus eigenlijk nog totaal niks gedaan heeft van innerlijk werk of van healing, heeft sowieso een hart dat geblokkeerd is door oordeling, door verwachtingen, door projecties. Oh my god, excuseer me, want het lukt precies niet zo goed vandaag. Zwat, in ieder geval, dus projecties vanuit trauma, vanuit pijn en vanuit wrok. En deze angsten zitten verborgen op een heel diep niveau. Sommige angsten zijn zelfs zo oud als je ziel zelf en bevinden zich eigenlijk in de mannelijke en de vrouwelijke energie in onszelf. Nu, vanuit die onbewuste angsten gaan we ons eigenlijk sociaal wenselijk gedrag gaan gedragen, sociaal wenselijk gedrag gaan vertonen. Je gaat gaan slijmen bijvoorbeeld, of je doet waarvan je denkt dat anderen willen dat je je zo gedraagt, of dat je dat doet of dat je dat zegt. Enkel en alleen maar om aandacht te krijgen, om bevestiging te krijgen, om erkenning te krijgen, om te weten en te voelen dat je ertoe doet. Signalen dat je voelt, ziet en hoort dat er nog een andere ziel is die jou ook nodig heeft. En dan gaan we eigenlijk gaan zoeken in de buitenwereld, of dan ga jij gaan zoeken in de buitenwereld dat je ertoe doet. Dat je het waard bent om hier op dit moment op de aarde rond te lopen. Maar hierdoor ga je jezelf eigenlijk nog meer aan de kant gaan schuiven voor anderen. Ga je anderen gaan pleasen of behagen of hoe je het ook wel gaat noemen. En je gaat altijd maar blijven geven en geven en geven, zonder op een evenwichte manier terug te ontvangen, in de hoop van eindelijk die erkenning, die bevestiging en die liefde te ontvangen. Nu, door pijnen en leegtes in jezelf, heb je nood aan het vervuld worden via en door een ander. Dat betekent natuurlijk ook, wanneer dat die ander er niet meer is, of niet meer geeft aan jou wat je nodig hebt, dat je onmiddellijk weer die emotionele leegte gaat gaan voelen die er nog altijd is of was. En als die persoon jou dan ook nog iets verlaat, jou in de steek laat, je bedriegt of gaat gaan liegen, dan heb je er eigenlijk opnieuw een wond bij. En in plaats van te healen van een gebroken hart, lijkt het erop dat we ons hart eigenlijk nog meer gaan kwetsen. Wanneer je gaat gaan begrijpen en wanneer je leert dat alle relaties er zijn om jou te helpen healen van een gebroken hart, dan ga je ook anders gaan kijken naar die relaties. Naar alle relaties in je leven. Meer nog, je gaat eigenlijk bewuster gaan worden over hoe dat jij ook in relaties functioneert. Je gaat jezelf gaan afvragen van welke les mag er geleerd worden? En je gaat eigenlijk met jezelf aan de slag doorheen alle lessen die als obstakels en uitdagingen op je pad komen. Want, ik heb dat al verschillende keren ook gezegd en duidelijk gemaakt of over geschreven, elke relatie is een spiegel. Of het nu gaat om een romantische relatie, een vriendschappelijke relatie, een collegiale, of hoe zeg je dat, een collega, of gewoon je buurman of buurvrouw, of gewoon iemand in de winkel. Alle relaties, alle connecties, alle mensen die op je pad komen, zijn spiegels.
met als doel je referentiekader te laten groeien. Richting een ruimer bewustzijn, zodanig dat je eigenlijk ook een breder referentiekader krijgt. Omdat je dan meer ervaringen hebt, waar je eigenlijk kunt gaan aansluiten of kan gaan aanhaken. Maar je kan niet bewust zijn over iets waar je niet kan aanhaken aan een ervaring die je al gemaakt hebt of en die aanwezig is in je referentiekader. En net daarom komen er verschillende leraren in je leven in de vorm van verschillende relaties. Elk op een ander niveau. En je zou het kunnen vergelijken als een andere soort spiegel. Net zoals dat je in een spiegelhuis op de kermis ook hebt, dan heb je een spiegel waarin dat je dikker lijkt, langer, dunner, breder, hoger, weet ik veel, wat allemaal. Maar eigenlijk zijn relaties ook zoiets. Ze tonen een ander stukje die in jouzelf aanwezig is, een stuk van je schaduwen en van je pijnen die eigenlijk belicht worden via die spiegel. En dus eigenlijk voor jou een andere les is. Geeft jou de kans om die andere les te gaan leren. Nu, oude menselijke familiedrama's, relatiedrama's, verwachtingen over hoe het zou moeten verlopen, onduidelijkheid over je eigen behoeften en nog zoveel meer, dat alles zorgt eigenlijk voor die karmische ballast in de huidige manier waarop dat we relaties aangaan, dus in de huidige relaties. Liefde ervaren, liefde beleven, moet en mag anders gaan verlopen, maar eigenlijk weten we niet goed hoe. Want de ontgoocheling en teleurstelling die je ervaarde in vorige relaties, zorgen ervoor dat je eigenlijk vanuit angst weer gaat gaan reageren. Terwijl dat die eigenlijk er bedoeld waren om jou te laten groeien naar wat dat er nog mogelijk is in je leven. Want op dit moment weet je hoe dat het voelt om geen emotionele vervulling te voelen. Je weet hoe dat het voelt om gekwetst te zijn. Je weet hoe dat het voelt om bedrogen of belogen of achtergelaten te worden of wat je ook meegemaakt hebt. En uit al die vorige ontgoochelingen komt er eigenlijk een stuk verandering. Want je wilt niet meer hetzelfde ervaren. Toch tenminste, dat mag ik hopen. Waardoor je andere keuzes gaat gaan maken en waardoor je eigenlijk meer succes kan gaan ervaren in relaties. Dus je zou kunnen zeggen dat elke relatie jou de kans geeft om iets in jezelf te gaan healen. En dat betekent dus ook, wanneer dat er eenmaal een les geleerd is, dat de aantrekkingskracht en het nut van die relatie eigenlijk gaat gaan verdwijnen. Waarom? Omdat je op dat moment ook kan verder groeien naar je volgende spiegel, naar je volgende relatie. En daarom zijn er onder andere karmische relaties, zijn de soulmate relaties, en heb je uiteindelijk je tweelingziel en of een tweelingvlam, afhankelijk van welke les en met welk doel dat je hier op aarde bent. Maar die zijn dan de ultieme spiegel van je ziel. Tweelingziel en tweelingvlammen zijn de ultieme spiegel van je ziel. Waarom? Omdat ze jou tot op het diepste en zuiverste punt van je ziel, van je zijn, triggeren. Zodat je weer de essentie wordt die je bent. Natuurlijk, wanneer je te koppig bent om bepaalde les te leren, in een relatie, waarmee je een zielsafspraak had met die persoon waarmee je in een relatie bent. Maar omwille van je vrije wil en je koppigheid, ja, leer je die les dus niet. Dan kan het en zal het natuurlijk ook zo zijn dat die relatie ook gaat stuk lopen. En je volgende relatie zal er dan in zijn waar, met nog een grotere spiegel, laten we zeggen, waardoor je de les zeker zou zien en de les zeker zou gaan leren. Dus ongeacht welk obstakel dat je ervaart in de relatie, er is altijd iets te leren en iets te helen. Niet alleen voor jou, maar ook voor degene waarmee je eigenlijk in die relatie bent. Sommige relaties komen in je leven opdat je een nieuwe kans krijgt om een relatie aan te gaan met de ziel. Wat bedoel ik daarmee? Dat kan zijn dat je in een vorig leven ook samen geweest bent met die ziel in een partnerrelatie, in een romantische relatie bedoel ik dan. En dat je bijvoorbeeld door het verschil in afkomst op dat moment in die tijd niet samen mocht zijn of niet kon zijn. Dus jullie konden op dat moment niet vanuit vrije wil kiezen of dat je een relatie aangaat of niet. In dit leven, in deze tijd, is dat wellicht anders en kun je dus wel gaan kiezen. Of dat jullie samen gaan blijven, komen in een relatie of niet. Misschien was je in een vorig leven een collega met je huidige broer of je huidige zus. En was er jaloezie of afgunst tussen jullie beiden. Door nu samen te incarneren als broer en zus of broer en zus, maakt niet uit, leren jullie meer over liefde in al zijn vormen. Over het ontstaan en de interactie van die zielsconnecties.
En leer je eigenlijk ook over het feit dat je met iedereen verbonden bent in alle tijd en alle ruimte. En daarom is het belangrijk om elke relatie op een natuurlijke manier te laten ontvouwen en ook weer op een natuurlijke manier, op een natuurlijke tijd, weer los te laten. Dus niet alleen romantische relaties, maar zeker die natuurlijk, omdat die het dichtst bij jou komen te staan. Maar daarom is het ook belangrijk om het verschil te leren tussen ware zielsconnecties en connecties ontstaan en gebaseerd op enkele fysieke aantrekking. Karmische relaties zijn vaak relaties die enkel ontstaan vanuit de fysieke aantrekking. En meer zullen er relaties gaan ontstaan die enkel en alleen vanuit de zielsconnectie ontstaan, waardoor dat het fundament van een dergelijke relatie totaal anders is. Waar dan een spirituele en emotionele connectie dan de basis vormen van die relatie, zal de invloed op je ziel natuurlijk ook anders zijn en veel diepgaander zijn, waardoor dat we andere en diepergaande lessen kunnen gaan leren. En natuurlijk zijn er in dergelijke connecties ook die fysieke aantrekking en die emotionele connectie, maar die vormen niet de basis van de connectie, waardoor dan natuurlijk, als je alles dan samenbrengt, ook alles anders beleefd wordt dan wanneer je vertrekt vanuit de fysieke aantrekking en dan een emotionele connectie gaat gaan proberen op te bouwen. Want vaak gebeurt dat ook niet altijd. Nu, ongeacht, in elke relatie is het belangrijk om jezelf en de ander te vergeven. We vergeten vaak dat de andere ook geboren is als een zuivere, onschuldige ziel. En dat vele gedragingen en reacties dat we krijgen in interactie met elkaar ontstaan vanuit dezelfde gekwetstheid. De ander is ook gekwetst. De ander heeft ook een gebroken hart. Alleen iedereen uit zijn disbalans zijn gekwetstheid op een andere manier. En dat is oké. Dus het is belangrijk om ook jezelf daarin te accepteren. Dus zelfacceptatie is een andere tool of een ander middel of een ander punt bij het aangaan van zuivere zielsconnecties. Want door jezelf te kennen, weet je wat je noden zijn. Je weet waar je grenzen liggen en je weet wat je waard bent. Je kent je kracht en hebt eigenlijk op dat moment niemand meer nodig die buiten jezelf staat om onvoorwaardelijk liefde te ervaren. Want op dat moment weet je dat die liefde een energie is die overal en altijd aanwezig is. En door voor jezelf te gaan zorgen en jezelf onvoorwaardelijk liefde te geven, dan creëer je eigenlijk ruimte in je leven, zodat een diepe zielsconnectie binnen kan komen. Niet vanuit een afhankelijkheid, maar gewoon vanuit het versterken van elkaar op dat moment. Dus wil je meer vrijheid ervaren in relaties in je leven, dan is het belangrijk om bewust te zijn van het slachtofferbewustzijn waar je in vast zat of misschien zelfs nog zit. Vrijheid betekent dat jij bewust wordt dat je zelf de creator bent van je leven. En dat alles wat je ervaart, alles wat je deel uitmaakt, eigenlijk, dat alles wat je ervaart eigenlijk deel uitmaakt van de lessen die jij aan het leren bent. Nu, door te denken, te zeggen, te voelen dat anderen controle over jou hebben en dat anderen bepalen hoe dat jouw leven verloopt, dus eigenlijk dat verbond vanuit dat slachtofferschap, dan geef je jouw eigen manifestatiekrachten weg aan een bron buiten jezelf. Waardoor dat je eigenlijk jezelf ontkracht. Je bent perfect in staat om zelf aan al je behoeften te voldoen. En alles wat jij nodig hebt of denkt nodig te hebben, is al in jou aanwezig. De mensen in jouw omgeving die tonen jou waar je nog niet in balans bent, waar je nog werk te doen hebt. Zo binnen, zo buiten. En dat is een universele wet die zegt letterlijk dat die realiteit om je heen, dus die buitenwereld, een spiegel is van hoe dat er van binnen aan toe gaat, dus je innerlijke wereld. Dus als je nu op het punt staat en niet tevreden bent met je realiteit, dan is het belangrijk om te gaan kijken wat dat wil zeggen over de disbalans in jezelf. Waar heb je nog werk te doen? Waar mag je nog healen? Waar mag je nog eerlijk over worden met jezelf? Wat mag je nog aankijken en gaan transformeren? Nu, een van de zaken waar we allemaal tegenaan lopen, dat zijn de energetische oertrauma's. En ik heb al in verschillende blogs over oertrauma's geschreven, over het oertrauma dat de naak van ons aanwezig is geschreven. Omdat het natuurlijk ook deel uitmaakt van die karmische ballast en relaties, wil ik hier wel nog even op ingaan. Het gaat namelijk over de vrouwelijke wond, wat een leegte is in de buik. En de mannelijke wond, wat de leegte is in het hart. En die zorgen voor heel wat problemen en relaties,
zeker wanneer je daar niet bewust van bent dat die wond daar is. Beide wonden zorgen ervoor dat we vanuit een vervormde energie gaan reageren ten opzichte van onze partners. En door balans te creëren tussen je mannelijke en vrouwelijke energie en jezelf, breng je innerlijke rust en heelheid, dus eenheid, je brengt die samen in jezelf. Waardoor je als vanzelf een andere dynamiek gaat gaan verkrijgen in je relaties. Wat heel logisch is. Als je jezelf stuk hield, dan ga je ook vanuit die geheelde en vanuit die niet meer vervormde, dus vanuit de goddelijke energie gaan reageren. Maar zowel de schaduwkant van de vrouwelijke energie als de schaduwkant van de mannelijke wond, kunnen zich op verschillende manieren gaan tonen in jouw leven. En het is maar pas wanneer je bewust bent van de oorsprong van de wond, dat het gemakkelijker zal zijn om patronen in jouw leven, patronen, gedragingen dat jij eigenlijk hebt aangenomen, hebt aangeleerd, hebt overgenomen van anderen, om die te gaan herkennen. En denk dan maar aan gedrag zoals afhankelijkheid, dus codependency, zoals dat ze zeggen in het Engels, waarbij dat je afhankelijk bent van een partner voor je geluk. Je kan jezelf niet heel voelen zonder die ander in je leven. Maar ook angst om alleen te zijn, dus verlatingsangst. Ook agressie, dominantie, controle. En langs de andere kant, geen of te weinig grenzen stellen, onderdanigheid, weinig zelfvertrouwen, binding, angst en nog vele meer. Dat zijn eigenlijk allemaal uitingen van die oertroom. Oertrauma's, maar telkens op een andere manier. Nu, om het simpel uit te leggen, is het belangrijk om te weten wat het verschil is tussen mannelijke en vrouwelijke energie. De mannelijke energie, heel kort gezegd, is degene die geeft, die structuur aanbrengt en die actie onderneemt, dus naar buiten gericht. De vrouwelijke energie is naar binnen gericht, is eerder intuïtief, is stilstaand, rust, is eenheid en is de ontvangende energie. Toen bij ontstaan van de ziel, en eigenlijk nog een stuk ervoor zelfs, toen dat mannelijke energie zich afsplitste van de bron, om de wereld te gaan erkennen, te gaan verkennen en zijn eigen individualiteit te gaan beleven, dan bleef de vrouwelijke energie achter. Waardoor eigenlijk die beide oertrauma's zijn ontstaan. Dus je kan het vergelijken met een moeder die haar kind mag loslaten. Dat is een vrouwelijke energie en een mannelijke energie. De vrouwelijke energie, de moeder, het kind, de mannelijke energie. De moeder die niet in haar kracht staat, de moeder waarvan dat haar hele leven in teken staat van het kind, blijft alleen achter op het moment dat het kind zich van haar aftrekt en eigenlijk de wijde wereld wil gaan intrekken. Ze blijft achter en ze wil het kind weer terug in haar opnemen. Want enkel op die manier kan ze eigenlijk de leegte die in haar buik zit, die ontstaan is in haar buik, gaan opvullen en weer die eenheid gaan voelen van toen dat ze eigenlijk nog deel uitmaakte van de bron. Maar daardoor, door dat gedrag van het willen terug één zijn met het kind, voelt het kind, wat eigenlijk de mannelijke energie is in dit voorbeeld, voelt dat hij of zij zich natuurlijk beperkt in het ontdekken van zichzelf. Je ziet dat ook ontstaan in de puberteit, waarbij dat een kind of een puber zich wenst af te trekken van de ouders. Zien we daar we heen willen gaan? Dus zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie hebben doorheen de evolutie geprobeerd om controle te krijgen over de andere energie en om die te proberen te domineren. Maar dat werkt niet. Want elke energie heeft zijn eigen kwaliteiten, maar ook natuurlijk zijn eigen valkuilen en zijn eigen schaduwen en zijn eigen lessen. Wanneer dat we daarmee aan de slag gaan, wanneer dat we dat healen, dan kun je via die geheelde goddelijke, mannelijke en vrouwelijke energie weer eenheid in jezelf gaan brengen. Waardoor dat je natuurlijk werkt aan die karmische ballast en waardoor dat je eigenlijk op een andere manier in relaties kan gaan staan. Namelijk vanuit die eenheid in jezelf. En daarom zijn er ook heel veel mensen, of heel veel twin flame coaches, of hoe dat ze het ook, soulmate relatie coaches, of hoe dat ze zichzelf ook mogen noemen, dat het belangrijk is om aan jezelf te werken, om op jezelf te focussen. Maar niet alleen in relaties, gewoon al voor je eigen persoonlijke groei en om eigenlijk je beste leven ooit te gaan leven, is het belangrijk om dat te doen. Dus kortom, welke obstakel dat je ook ervaart, welke pijn dat er ook wordt getriggerd door relaties, de oplossing ligt altijd in jezelf. Dus daarom is het belangrijk om aan de slag te gaan met jezelf, om van daaruit te zien op welke manier dat de dynamiek in je relaties gaat gaan veranderen. Of
als je geen diepe zielsconnectie hebt met iemand, en het is niet de bedoeling dat jullie samen verder gaan, dan ga je zien dat op het moment dat de les geleerd is in die relatie, dat de aantrekking zal verminderen en dan zal je ook voelen dat je elkaar op een natuurlijke manier mag loslaten. En ook dat is liefde. Liefde heeft verschillende vormen en uitzicht op verschillende manieren. En zoals altijd, mocht je vragen hebben of ondersteuning nodig hebben, twijfel niet en contacteer mij in de box hieronder, de video, of op de website. Weet terug op welke manier dat ik jou kan ondersteunen. En dan laat ik jullie voor nu en met licht en liefde voor jullie handen, van dienst voor ieders hoogste goed, wens ik jullie nog een fijne week. Dag!